alweer blauwe plekken. Na de herfstvakantie komen de kinderen weer blij naar school. Ze spelen graag handje klap. Auw, 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 auw. Esmee heeft heel erg pijn aan haar vingers. Ik ben met mijn vingers tussen de deur gekomen. Ah, oké, dan doen we wel een ander spel. Dan komen er opeens twee klasgenoten die haar zachtjes op de rug slaan. Wat is er met jou aan de hand? Oh niks, ik ben van de trap afgevallen. Esmee heeft overal veel pijn. De klas komt na de vakantie altijd enthousiast de klas binnen. Sommige kinderen hebben elkaar gemist in de vakantie. Klasvakantie. Ja, en weer als iemand Esmee aanraakt. Esmee, was met jou aan de hand? Oh niks, ik heb me gestoten. Ik ben bij om jou te zien box. Auw, mijn hand! Auw! Pijn! Huh? Heeft iemand je pijn gedaan? Oh nee, er is niks aan de hand. Ik heb me gewoon gestoten. Iedere keer vertelt Esmee een ander verhaal. Wat is er toch met haar? De volgende dag, als de school weer begonnen is, is er één iemand niet op school. Waar is Esmee nou? Weet ik ook niet. Weet jij het misschien? Meestal, waar is Esmee? Ik weet niet. Ze heeft zich niet ziek gemeld. Hè? Wat raar. Ja. De klas vond dat ze zich gisteren al vreemd gedroeg. Meestal, ik maak me wel een beetje zorgen over haar. Maak je maar geen zorgen, ze komt vast wel. Maar ze kwam die dag niet, waardoor een paar kinderen bij haar langs gingen. Volgens mij woont Esmee hier. Zullen we dan aanbellen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe het met haar gaat. Nou, dan bel me aan, zou ik zeggen. Wacht, ik hoor wat. Wat hoor je dan? Geluiden, kom, we gaan luisteren. Ga snel naar je kamer. Nee, ik ga niet naar mijn kamer. Volgens mij hebben ze ruzie. Kom, we gaan even kijken bij het raam wat er is. Je hebt de afwas nog niet gedaan. Je krijgt dadelijk nog een tik van mij als je de afwas nu niet doet. En dan krijg je ook huisarrest. En dan blijf je de komende dagen maar thuis. Ik wil helemaal niet thuis blijven. Ik wil naar school. Kom nu maar mee. Nee, ik wil niet mee. Nee, laat me los. Kom mee. Nee, wil je echt een tekst? Is het anders? Nee. Dat moeten we morgen tegen de meester gaan vertellen. Kom, we gaan er vandoor. De volgende dag, voor de eerste bel gaat... Jullie zijn veel te vroeg. Meester, we moeten met u praten. Wat zeg je? Kan dat niet straks? Nee, dat moet nu! Oké, dan kom maar binnen. Meester, we moeten iets ergs vertellen. Iets heel ergs. De kinderen vertellen wat ze bij Esmee thuis hebben gezien. Zouden diezelfde dag nog in bomenkring? De bomenkring? Ja, de bomenkring. De beter omgaan met elkaar kring. De bomenkring wordt altijd heel belangrijk gevonden op school. We gaan in de bomenkring ergens mee beginnen wat niet zo leuk is. Meester, waar gaan we het over hebben dan? Ja, we gaan het hebben over kindermishandeling. Waarom hebben we het dan over kindermishandeling, meester? Het gaat eigenlijk over Esmee. Wat is er dan met Esmee? Nou, we vermoeden dat ze mishandeld wordt. En net op dat moment komt Esmee de klas binnen. Esmee, je bent er toch? Ja, meester, ik wilde toch naar school komen. Ik voelde me niet zo lekker. Wat is er met jouw gezicht gebeurd? Esmee, ik zie dat je verdriet hebt. Kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, nou, ik word zelf eigenlijk ook mishandeld. Diezelfde dag komt bureau jeugdzorg nog in actie. We hebben begrepen dat Esmee vaker geslagen wordt door jullie. En dat vind ik heel erg, papa en mama. De ouders zijn hier niet van onder de indruk. Kunnen jullie daarop reageren? Nou, het is thuis niet echt zo gemakkelijk, want Esmee is een heel erg druk kind. Een heel druk kind? Ze zit alleen maar aan mijn kop te zeuren. Nou, dan heeft ze af en toe wel een tik verdiend. Ik schrik hiervan, want dit is geen normale situatie. En wij vinden dat we Esmee uit deze situatie moeten halen. Want ik ben een beetje bang om thuis te zijn. Stel je niet zo aan. We geven je alleen een kleine tik. Daar word je heus wat sterk van, hoor. Ik weet genoeg. We gaan de juiste papieren tekenen. Welke papieren? We gaan Esmee uit huis plaatsen. Er komt helemaal niks van in. Ze blijft bij ons, of ze dat nu wil of niet. Wat wil je zelf, Esmee? Ik wil ergens wonen waar het veilig is. Dat klopt, want ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling. Na een lang gesprek komen ze tot overeenstemming dat Esmee een veilig huis verdient. Vanaf nu zal alles beter zijn.